Basie, leg je hand maar op het scherm. Ja. Ja, je stelt je in op een aanster en dan is dat nog altijd erger dan je dacht. Passie, welkom. Hoe gaat het met je broer? Het gaat heel erg goed met mijn broer. Hij staat weer lekker te kantelen. En die ruzie, daar wil ik verder niet over uitweiden. Goed. Maar hij was begonnen. En je hebt gezegd, zand erover. Ja, ja, maar ik geloof dat hij liever gecremeerd wil worden. Het lijkt me toch niet makkelijk als je 47 jaar lang grote successen met elkaar hebt gevierd. Ja, maar Adriaan heeft nou eenmaal een heel moeilijk karakter. Bassie, je komt met een eigen kinderzender, Pebble TV, waarop we 24 uur per dag alle 400 oude afleveringen kunnen terugkijken. Kan je klokje rondkijken naar Bassie. En naar Adriaan. Ja, maar die kan je afplakken. Nee, maar ik ben nog steeds ongekend populair, hoor, ook bij studenten. Ja, nou, dat las ik in. Ja, die komen 's nachts thuis van het stappen en die gaan er nog even tv zitten kijken. Nou, als je na het stappen Bassie en Adriaan gaat zitten kijken, heb je gewoon een veel te jong iemand uit de stad meegenomen, denk ik. Nee, maar die gasten verafgoden ons, hoor. Dat merk ik ook op universiteit als ik lezingen geef. Oh, waar geeft u dan lezingen over, als ik zo vrij mag zijn? Spaans. Spaans? Ja. 1, 2, 3 is un, dos, tres. Un botel, ja, dat is een fles. Een hoed, dat noemen ze sombrero. En de kelner is de camarero. En de Middellandse Zee is de Mediterranee. Viva España. Olé. Een klassiek, hoor. Waar ben ik in godsnaam in terechtgekomen? Ben ik daarvoor uit Tsjechië gevlucht? Nee, maar ik heb die snabbel op de universiteit via de Teletubbies. Hè. Die geven daar af en toe gastcolleges pedagogische semiotiek. Je bent 74, wordt het niet eens tijd voor pensioen? Nou, ben je me zat? Ook, maar daar zeg ik het niet voor. Maar er is de laatste tijd nogal wat weerstand tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. En jij werkt maar door. Ja, die mensen moeten niet zo zitten zeuren. Ik heb zelf een heel zwaar beroep gehad. Ik ben altijd acrobaat geweest. Ik heb 25 jaar onder mijn broer gestaan. Ja, maar het liedje gaat toch? Adriaan is acrobaat. Ja, Adriaan is acrobaat. En Bassie is een ondergewaardeerd allround artiest. Ja, hij is een homo universalis. Kijk naar je eigen, joh, ruggetuffer. Nee, we hadden een wereldberoemd acrobatennummer, hè, de Crocsons. Later, als Bassie en Adriaan, deden jullie ook alles zelf, ja, hè? Jullie schreven liedjes en componeren, ja, ook en regisseren. Nou ja, ik zeg altijd, als duo heb je een locomotief en een aanhangwagentje. En dan was jij de locomotief. Ja, en de machinist en de conducteur en de railtender. Koffie, thee, limonade, vieze plaatjes. Ja, en Adriaan is nu uitgerangeerd. Ja, het is toch een vak, hè, humor. Ik ga toch ook niet in de moleculaire biologie? Ben je verslaafd aan het applaus? Nee. Oh. Nee. Nee, ik ben verslaafd aan het spirituele contact met de kinderen. Je bent toch al lang al binnen, Bas? Nee, ik ben niet binnen. Marco Borsato is binnen. Maar jullie hebben 32 dvd's en videobanden uitgebracht, ja, en nog eens 20 cd's. Ja, maar lieve kinder, verdien je geen pepernoot mee, hoor. Nou, dat maak je mij niet wijs. Nee, maar zolang de Belastingdienst het maar gelooft.